Hi guys, en welkom bij de allereerste vlog die ik voor Easy Toys ga maken. Hoi, ik ben Ziggy en welkom bij deze eerste vlog. Ik ben uitgedaagd door Easy Toys om mee te doen aan de masturbatie challenge. En dit houdt in dat je 31 dagen lang gaat experimenteren tijdens masturberen. Met verschillende speeltjes op verschillende plekken. En ik wilde dit graag doen, samen met jullie. Niet letterlijk samen. En dan weet ik dat er best wel veel taboe op dit onderwerp rust. Maar ik wil er wel graag over vertellen. Omdat ik het ontzettend jammer vind dat er zo'n groot taboe op seks en masturberen staat. En ik probeer eigenlijk op deze manier taboe te doorbreken. Het is niet meer dan normaal dat je met je eigen lichaam speelt. Of je dat nu alleen doet of met je partner. En dit wil ik met jullie echt duidelijk maken. Dat je je nergens voor moet schamen. En dat het allemaal leuk moet zijn en ook vooral leerzaam. Ik heb op dit moment een vriend. Nu ongeveer een half jaar. Dus seksueel ben ik vooral met hem actief. Het is niet dat ik elke dag masturbeer. Dus ik wil jullie heel graag meenemen in deze challenge. En zo open en eerlijk zijn over mijn experience. En hopelijk halen jullie hier ook op tijd. Ik heb dan ook door Easy Toys een doosje gekregen vol met seksspeeltjes. Ik heb een hele grote doos ontvangen. En die wil ik graag even met jullie unboxen. Want deze items hier in deze super grote doos, daar ga ik ook mee aan de slag tijdens deze challenge. Dus wellicht ga je een aantal items nog voorbij zien komen. Voor iemand die nog nooit een vibrator heeft gebruikt, zijn dit heel veel vibrators. En die ga ik niet even laten showen. Eén product waar ik super enthousiast over ben is deze flashlight. Ik moet zeggen dat ik in het verleden best wel vaak dit ding voorbij heb zien komen op internet en zo. En ik me altijd wel afvroeg hoe het zou zijn om zo'n ding te gebruiken, maar nooit echt de ballen had om hem te bestellen. Thanks Easy Toys. Bij deze heb ik hem dus. Dit is de Violet Rabbit Vibrator van Bloom. Ik dacht dus altijd dat dit in een ander gat moest. Dat is dus niet. Dat moet er bovenop om je clitoris dus te simuleren. Zo onwetend was ik dus van seksspeeltjes. Wat ook wel grappig is deze vacuum controller. Het is een soort van mond. Dus het net lijkt als je penis erin stopt. Alsof iemand je eigenlijk aan het pijp is of zo. Good vibes only. En dit is een G-spot vibrator. En persoonlijk ben ik een vrouw die niet echt makkelijk komt van het simuleren van een G-spot. Maar ja, wie weet, gaat dit me helpen? Het zou heel fijn zijn. Nou, ik moet zeggen, de meeste dingen die hierin zitten, die heb ik nog nooit gezien. Die ken ik eigenlijk niet. Waaronder deze vibrating handjob stroker. Ik denk dat het is om mee te masturberen natuurlijk. Lijkt me duidelijk, maar ik ga het zien tijdens deze challenge. De Satisfyer Pro 2 Next Generation in een mooi roze kleurtje. Ik heb van veel vriendinnen gehoord dat deze ook fijn is. Dus ik ben erg benieuwd. Dit is een mini massager. Dit ziet er best wel interessant uit. Dit zou nog eens wel iets voor mij kunnen zijn. En dit mooie ding is dus een soort van vibratortje. Oh ja, daar gaat hij hoor. Hij werkt in ieder geval wel. Gaat ook harder. Oh, oké. Okay. Verder heb ik ook nog masturbate cream. Het zou lekker zacht zijn, lijkt me. Ik heb hier nog meer dildozen. Ik wist niet eens dat ik allemaal bestond. Even kijken, een cockring die trilt. Ook wel benieuwd naar. Die ik ooit in mijn korte jeugdige leven wel ooit gebruikt. Maar dat is echt wel een tijdje geleden. Nog een kleintje. Een gouden buttplug. Ja, ik bedoel, als je het doet, moet je het ook goed doen. En heel veel soorten glijmiddel. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb niet heel veel verstand van glijmiddel. Ik heb er niet heel veel ervaring mee. Ik heb het nooit echt nodig gehad. Maar dit zijn er nogal veel. Ik ga het allemaal meemaken. Ik ga deze producten uittesten. En ik kom er volgende week weer op terug. Doe op dag 1. Moest je masturberen voor de spiegel. Nou goed, dat heeft iedere man denk ik wel vast wel een keertje gedaan. Oké, vandaag moet ik alleen en enkel de clitoris stimuleren. En ik denk dat ik deze daarvoor ga gebruiken. Klein maar fijn, maar misschien voor de allereerste keer wel een goed idee. Nou, ik moet je eerlijk bekennen, dat ging een stuk sneller dan normaal. Daar kan ik wel aan wennen. Dag 2. Bijvoorbeeld de challenge dat je 3 keer klaar moest komen op een dag. Nou kijk, ik zit natuurlijk in quarantaine met mijn vriendin, dus dat is niet zo heel erg moeilijk. Porno is echt een gek ding om te bespreken. Nou, het beeld wat porno geeft is totaal niet hoe het in het echt zit. Dus daar wil ik je wel even voor waarschuwen. Maar toch heb ik er wel veel van geleerd. Dus porno kijken is iets wat heel normaal is. Dag 3.
masturbeer tijdens het videobellen. Dus die dag hebben wij niet gevideobeld, maar gewoon in real life afgesproken. Ik ben gewoon in de slaapkamer gaan zitten en Vic zat in de woonkamer. En op die manier heb ik die challenge toch kunnen volbrengen. Ja, zoals iedere man wel weet, doe je dat natuurlijk wel vaker. Je zit wel vaker als je thuis in je eentje bent. Lekker eventjes aan je ballen zitten. Het is dan natuurlijk lekker warm daar beneden. Dus die was wel best easy. En op dag 4, dat is vandaag, daar hebben wij samen een stimulerend glijmiddel bij gebruikt. Dus dit is iets wat ik dus nog nooit had geprobeerd. Glijmiddel kende ik wel, maar gebruikte ik niet vaak. Maar deze heeft ons wel een handje geholpen. Zeker als je bijvoorbeeld seksoids gaat gebruiken. Heel erg handig en heel erg essentieel om het allemaal gewoon lekker te laten glijden. Nu hebben we nog één dag tot de rustdag en dat is morgen. En morgen moeten wij het in de buitenlucht gaan doen. Het gaat een beetje lastig, want door de corona kunnen we niet naar buiten. Dus daarom dacht ik, misschien is het leuk om te vertellen waar je het allemaal zou kunnen gaan doen. Het buiten masturberen of seks hebben. Ja, dat is gewoon vrij lastig. Ik ben daar zelf sowieso niet echt een voorstander van. We zitten natuurlijk in deze quarantaine. Dus ja, er wordt natuurlijk van je verwacht zoveel mogelijk binnen te blijven. Dus ja, doe ik dat eigenlijk ook. Het kan natuurlijk op het balkon. Maar of het heel handig is, nee. Want daar is een kinderdagverblijf. Dus blijf lekker binnen. Nou, de douche is altijd een optie. Een bad hebben we helaas niet. De bak. Mijn bed. De laatste dag ja, moest ik dus de flashlight gaan gebruiken. Dat is dit ding. Dat is wel grappig. En het voelt best wel zacht aan, moet ik zeggen. Het ziet er ook echt uit als een vagina, alleen is die dan van siliconen. En ja, zoals ik al eerder aangaf, was ik wel enthousiast over dit product. Nou, het voelt niet als een echte vagina natuurlijk. Ja, als je natuurlijk in je eentje bent, is dit wel een goede oplossing. En de laatste challenge van deze week is aangebroken. En dat is dat ik klaar moet komen voor ik de deur uit ga. Nou, het is een uurtje of 7. En veel vroeger ga ik de deur niet uit deze tijden. Dus deze opdracht is best makkelijk. En voor ik de deur uit ga, om lekker een avondmaaltje te koken, ga ik de vlog afsluiten. En hoop ik jullie gewoon weer te zien bij de volgende vlog. Waar ik jullie meeneem in de tweede week van deze challenge. Dus ben je benieuwd? Abonneer dan op het kanaal van Easy Toys. En dan zie je me gewoon volgende week weer terug. Doeg! Leuk dat jullie keken naar deze eerste vlog. Er komen natuurlijk meer video's aan. Houd daarom dus het YouTube kanaal van Easy Toys in de gaten. Deze challenge duurt natuurlijk een maand. Dus keep in touch.